Pip en Hanneke gaan paardrijden. Pip en Hanneke gaan vandaag paardrijden. Hanneke heeft al vaker paard gereden, maar voor Pip is het de eerste keer. Vandaag mag Hanneke kiezen wat zij en Pip gaan doen. Daarom kies ze voor paardrijden. Dit gaan ze op de manege doen. Een manege is een soort paardenschool. Hanneke heeft dat al vaker gedaan, maar voor Pip is het de allereerste keer. Dat vindt hij best wel spannend. In de verte zien Hanneke en Pip de paarden al staan. Als Pip dichterbij komt, ziet hij dat de paarden wel heel groot zijn. Dat vindt hij een beetje eng. Hanneke vindt het niet eng. Zij aait een wit paard over zijn neus. "Ik wil graag op dit paard rijden," roept ze vrolijk. Dan is het tijd om laarzen aan te trekken. Pip en Hanneke mogen deze van de manege lenen. Het zijn lange laarzen. Dat voelt in het begin best een beetje vreemd. Dan moeten Hanneke en Pip allebei een helm op. Ze passen één voor één een helm, tot het er eentje goed past. Een helm is heel belangrijk bij paardrijden. Als Pip en Hanneke helemaal omgekleed zijn, lopen ze achter de juf aan naar de paarden. Hanneke mag op het witte paard. De juf helpt haar om op het paard te stappen. Dan is Pip aan de beurt. Pip mag op een bruin paard. De juf helpt Pip om op het paard te stappen. Dat is niet zo makkelijk als dat het lijkt. Met een zwaai ploft Pip eindelijk in het zadel. Vanaf het paard is Pip heel groot. Eerst vindt hij dat wel een beetje eng, maar hij voelt zich stiekem ook heel stoer. Dan is het tijd om te gaan paardrijden. De juf zit op haar paard en rijdt helemaal voorop. Hanneke rijdt als tweede en Pip als derde in de rij. Zo rijden ze rustig achter de juf aan het bos in. Als Pip even niet oplet, gebeurt er iets heel raars. Het paard begint ineens gras te eten. Pip valt een stukje voorover. Gelukkig houdt hij zich goed vast. Dat was best een beetje eng. "Wat ben je goed blijven zitten," roept de juf naar Pip. Pip is trots op zichzelf. De rest van de weg heeft Pip goed opgelet. Het paard ging niet meer stiekem eten. Het ging zelfs zo goed dat Pip niet meer bang is. Nu vindt haar paardrijden zelfs heel erg leuk. Hanneke is ook trots. Zij heeft immers gekozen voor paardrijden.